Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een nieuwe make-up testen. Betaalbare make-up van het merk W7 Cosmetica. Ik denk dat een heleboel mensen al hebben gezien online. Tenminste, als je online een beetje actief bent in de make-up wereld. Dat W7 een nieuw oogschaduwpaletje heeft. Het Total Eclipse paletje. Ik zat te denken, zal ik een hele video maken over dit paletje? Of zal ik gewoon een hele video maken met een full face met W7 make-up? En dat heb ik besloten. Deze video van vandaag is niet in samenwerking met W7. Maar ik heb wel alle producten gratis gekregen. Maar natuurlijk, zoals altijd, verandert dat absoluut mijn mening niet. Wat ik goed vind, vind ik goed. Wat ik niet goed vind, vind ik ook zeker niet goed. Dus dat gaan we vandaag bekijken. Ik heb echt een heleboel make-up. Ook echt sponsje. Ik heb het raam weer openstaan. En er is superveel wind. En de bomen hier gaan helemaal hem. Hoor je dit? Ik ga ook een full day wear test doen. En dat houdt in dat ik mijn make-up de hele dag oplaad. En aan het einde van de dag terugkom om te zien hoe mijn make-up er nog uitziet. En of ik alles nog wel goed vind of slecht vind of wat er ook is gebeurd. Maar goed, ik ga deze intro nou hier afkappen. Want ik heb een heleboel make-up. En ik denk dat deze video al aardig lang gaat worden. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, ik ga gewoon gelijk in met dit W7 paletje. Total Eclipse paletje. Hierachter staan ook de kleurtjes. En het is weer een heel betaalbaar paletje. Het is een heel mooi paletje met een beetje aparte kleuren. Pressed glitters, blauwe kleuren, maar ook veel neutrale kleuren. Dit is ook echt weer een totale dupe van zo'n Huda Beauty paletje. Ik breng hem hier in beeld. W7 staat er echt onbekend dat ze echt dupes maken van meer high-end paletjes en dat soort dingen. High-end make-up over het algemeen. En dit is er ook weer zo eentje. Dus dit is echt weer een budget, een topper voor de mensen die al die dure make-up niet kunnen betalen. Niet of willen betalen, want dat heb je ook nog. En hun vorige paletje, ik ben ook weer de naam kwijt. Ik breng hier in beeld. Die had ik ook getest en die is echt amazing. Die is echt geweldig. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. De verpakking en alles is een beetje als dat andere paletje. Dus ik hoop ook dat de kwaliteit zo is. Dus we gaan gewoon snel beginnen. Ik ga inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met primer met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Like always. Oké, ik ga vandaag weer voor een hele heftige look. Ik ga beginnen met deze lichte blauwe matte kleur hier in de hoek. Die heet Zodiac. En met mijn Zweva 228 breng ik die aan in mijn hele crease. En ik ga echt best wel hoog. Dit wordt echt een heftige hoge ooglook. En als ik dit niet nou hoog genoeg aanbreng, dan is deze kleur straks niet meer te zien. Omdat ik nou voor een best wel heftige look ga, hoop ik wel echt dat dit paletje goed gaat werken. Want anders wordt deze look echt een bende. Dit is wel echt een look die echt goede oogschaduw nodig heeft. Nu ga ik in met deze donkere paarse matte kleur. Die heet Latitude en die gaat ook in mijn arcadeboog. Die kleur breng ik aan met een iets kleinere fluffy kwast. Zoeva, hij valt uit mijn handen. Zoeva 224 en die breng ik een beetje onder die blauwe kleur aan. Ik hoop dat het goed met elkaar gaat mixen, want paars en blauw mixen is niet echt de beste beslissing ever. Maar ik ga het toch gewoon proberen, want ik wil echt een bepaalde look maken. En daar ga ik dan ook gewoon echt voor. Dan pak ik weer een beetje van die blauwe kleur. En dan ga ik er nog een beetje overheen om een beetje meer blauw terug te brengen. En ook een beetje zo hieronder. Want ik wil ook zo hier beneden blauw hebben. Ik weet, het ziet er nou allemaal heel raar uit. Maar als het echt wordt zoals ik het in mijn hoofd heb, wordt het echt een leuke heftige look. Ik kan er in ieder geval niet mee op straat. Dat kan ik je al wel vertellen. Dan pak ik deze lichtroze glanzende kleur. Die heet Orbit. En die breng ik aan op mijn ooglid in de binnenste hoek. Hiervoor gebruik ik mijn Kruidvat Pro nummer 5 kwast. Ik heb hem ook nat gemaakt. Gaat nou elke kwast uit mijn handen vallen? Of? En dit breng ik aan echt zo op mijn ooglid hier. En dan echt vooral in de binnenste ooghoek. In de binnenste hoek. Ooghoek, binnenste hoek. Nou, er komt al veel kleur vanaf. En ik breng het ook best wel hoog aan. Daarnaast breng ik de glanzende kleur hier aan. Die is paars en die heet Lunar. Ik ga die even met mijn vinger aanbrengen, want die voelt ook een beetje anders aan. Ja, met mijn vinger brengt die veel heftiger aan. En ik breng de glanzende kleur ook echt heftig aan. Echt zo in mijn arcadeboog. Daarnaast breng ik deze blauwe glanzende kleuren aan. Die heet Astronomy. En als laatste pak ik de glanzende kleur Big Dipper. En die breng ik gewoon zo'n beetje hier zo in het midden aan. Gewoon extra pop. Voor lekker veel glitter. Ik gebruik echt like elke glanzende kleur even. En dat ging goed. Die glanzende kleuren zijn echt prachtig. Het enige wat ik een beetje iets minder vind is die blauwe kleur. Hij is niet felblauw genoeg. Ik wilde echt zo'n mooie felle blauwe kleur hebben. En het is een beetje meer, ja, een beetje lichtjesblauw. Dus dat is niet echt heel top. Ik ga even de fallout hier weghalen. Voor de rest, behalve die blauwe kleur, vind ik de rest echt geweldig. Ook die andere matte kleur, die is goed. De glanzende kleuren zijn echt prachtig. Alleen die blauwe kleur, jongens, die heeft me een beetje teleurgesteld. Die heeft wel een beetje nou mijn look verpest. De look waar ik voor ging, maar
Voor de rest is het wel mooi. Het volgende is de Absolutely Waterproof Mascara. Dit is ook echt een dupe van een Benefit mascara. Hier ben ik ook benieuwd naar. Ik twijfel of ik hem al een keer heb geprobeerd. Volgens mij niet, but I'm not sure. En als ik hem al een keer heb geprobeerd, dan ben ik het in ieder geval vergeten. Dus deze ga ik nou proberen. Deze is niet per se nieuw of zo, maar ja, niet alle make-up die ik vandaag gebruik is echt compleet nieuw. Maar gewoon make-up die nieuw is voor mij. Zo ziet hij eruit, als een vies enge grupje. Ik weet niet wat het is met deze mascara, maar hij is super droog. Alsof ik hem al super lang open heb staan of zoiets. Er vallen ook allemaal van die klontjes zo op mijn gezicht. Echt gewoon alsof hij niet nieuw is, terwijl hij is gewoon nieuw. Maar I'm not sure, ik vind hem niet fijn in ieder geval. De wimpers die ik ga opdoen zijn de wimpers van de Primark 747. Ik kom zo bij jullie terug. Ik ga nou beginnen aan mijn gezicht. Ik heb zowel een nieuwe primer als een nieuwe foundation. Dat is niet heel handig, want als straks mijn gezicht niet mooi is, weet ik niet of het aan de primer of aan de foundation ligt. Maar oké, ik ga het toch gewoon doen. Ik heb hier de W7 24K gezichtsprimer. Ik wilde die gewoon echt per se proberen. Dus daarom heb ik hem gewoon besteld. By the way, W7 is te koop op w7cosmetica.nl. En daarvoor heb ik ook een kortingscode voor jullie. Die staat beneden ook in de beschrijving. Die is gewoon altijd geldig. En het is ook te koop bij Boozyshop, beauty88.nl en die site. Maar dan kun je mijn korting niet gebruiken helaas. En er staat op dat dit een glow geeft aan je gezicht en je huid mooi smooth maakt. Dus ik ben vooral benieuwd naar de glow, want ik heb best wel behoefte aan een glow. Oh, ik word gebeld. Hey. Leuk. Nou, terwijl ik werd gebeld heb ik even de primer aangebracht. Het is gewoon een olie, jongens. Er is inderdaad een glow, want het is gewoon letterlijk een olie. Het plakt wel een beetje en ik vind het wel fijn, want ik heb een normaal tot droge huid. Ik weet nog niet echt wat het doet. Daarvoor zal ik hem echt vaker moeten gebruiken. Maar het voelt gewoon aan als een gezichts... primer slash olie. Zo voelt het een beetje aan. Dan heb ik hier foundation. Het is er gewoon één, maar ik heb hem in 4 kleuren. Het probleem is wel dat ik ze heb gepakt op mijn huidskleur wanneer ik zelf bruin op heb. Ik heb nou geen zelf bruin op. Die ga ik dus vanavond opdoen. Is niet zo handig. Ik had het beter gisteren op kunnen doen voor de video van vandaag, maar oké. Maar ik heb hier dus een heleboel kleuren en ik hoop gewoon dat de lichtste nou matcht met mij, ondanks dat ik het niet... ja, heb gekozen voor deze huidskleur. Ik heb hier 2 donkere kleuren. Ik denk dat deze meer geschikt gaat zijn als ik zelf bruin. En ik heb hier 2 andere kleuren. Ik ga ze even allebei swatchen op mijn gezicht. Dit is de HD 20 Hour Foundation. Die blijft dus 12 uur zitten. Er staat op dat je ze echt moet schudden. Dus dat doe ik. Dat moet best wel vaak. Maar ik doe het nooit eigenlijk. Er staat dat het een lichte foundation is. Dus bedoelen ze dan lichte dekking? Of dat die gewoon licht zit op de huid? I don't know. Ik ga het gewoon proberen. Even kijken. Dit is de kleur Honey. Nou, godzijdank heb ik 4 kleuren. Ik denk wel dat er een van deze 2 matcht. En hier heb ik de kleur Golden. Oeh, hij oxideert. Hij wordt donkerder. Nee, mensen, ik denk toch dat ik voor de andere kleur ga. Honey, want die andere is denk ik toch nog ietsje te donker. Ik heb ook een nieuwe spons van hun. De Blending Pro spons. Dus deze ga ik ook proberen. Ik ga hem even beneden nat maken. Kom ik zo terug. Spons is nat en ook echt super groot geworden. En hij voelt super zacht aan. Oh mijn god. En dan gaan we gewoon mijn gezicht een beetje onder kwakken. Deze spons is fijn. Oh my god. Niet verwacht. Totaal niet verwacht. Ja, mensen, lichte dekking. Deze heeft echt een lichte dekking. Ik heb het alweer gelijk gezien. Hij heeft wel echt een extreem lichte dekking. Het is echt alsof ik niks heb op mijn gezicht. Oké, ik vind een lichte dekking sowieso altijd, ja, niet zo. Maar ik heb er bijvoorbeeld hier ook eentje van Milani, de Screen Queen. En die heeft ook een lichte dekking, maar is wel heel mooi. En hij dekt wel een klein beetje. Maar deze dekt gewoon echt gewoon niet. Het is gewoon echt alsof ik niks heb op mijn gezicht. Dan heb ik ook de HD Concealers. Lekker matchy matchy met de foundations. Ik heb hier 2 kleuren. Eentje is heel erg donker, dus dit gaat me al niet worden. En de andere kleur is... ik zie alleen geen kleur erop staan. Super weird. Ik denk dat LW5 de kleur is. Maar ik zet het sowieso beneden in de beschrijving. De kleur lijkt een beetje rozig en lijkt niet heel mooi te gaan zijn. Maar ja, we gaan het gewoon proberen. Oh, een hele grote applicator. Dat vind ik dan wel weer fijn. Dus deze ga ik eventjes aanbrengen. En dan heb ik hopelijk iets meer dekking op mijn gezicht. Nou ja, ik had al een slecht voorgevoel en het klopt ook echt. Deze concealer heeft echt geen dekking en hij haalt de make-up die eronder zit ook een beetje van af. En dat is helemaal niet de bedoeling. Dus nee, dit is echt vreselijk. Oh mijn god, mijn gezicht ziet er echt niet uit. Echt niet mooi dit.
Nee, I don't like it. Ik zie nog wel die prachtige glow van de primer eronder. Dat vind ik wel heel erg mooi, maar de foundation en de concealer zijn voor mij een beetje een no-no. Dan heb ik hier de W7 Bright Eyes Brightening Poeder. Dit is een klein potje met ja, gewoon een losse poeder. En er staat verder niks op. Dit is gewoon voor onder je ogen. Under Eye Brightening Setting Powder. Dus gewoon om echt zo hier aan te brengen vooral. Wat ik sowieso altijd doe. En om het gewoon mooi te zetten. Dus ik ben benieuwd of je het ook echt mooi verlicht of niet. Het is wel echt super duper wit. Dus ik hoop niet dat het flashback achterlaat. De poeder voelt echt super zacht aan. Dat is wel echt fijn. Hij maakt ook echt heel erg mat. Hij heeft echt nou mijn hele gezicht gemativeerd. Ik ga stuk die hele glow die ik had is gewoon helemaal verdwenen. Oké, ik ga even een foto maken met flits, jongens. Eén en al flashback. Zien we dit? Nee, deze poeder! Oh my god! Je ziet helemaal zo een witte baas. Poeder is ook niks. Het gaat niet zo goed hier. Dan ga ik poeder contouren. Ik heb hier van hun Very Vegan Line cream contours. En ik zie weer net dat een van deze cream contouren is. Deze had ik al moeten aanbrengen voor de poeder. Waarom doe ik dit steeds? Maar goed, ik ga hem gewoon alsnog aanbrengen hoor. Daar niet van. Ik heb hier de cream contour en hier de poeder contour. Dit is dus Obvious Vegan. Ik ga beginnen met de cream contour. Dit is de cream contour set. De kleuren zijn wel echt aan de hele donkere kant. Deze gaat denk ik ideaal zijn wanneer ik weer bruin. En dit is de kleur medium tan. Mij gaat het vooral om de bruine kleur. Die twee lichten gebruik ik eigenlijk nooit. Ik vind de verpakking wel heel luxe. Echt zo een mooie spiegel. Hij voelt ook fijn aan. Lekker klein. Handig voor to go. Dus ik ga even hiermee contouren. Ik breng niet te veel aan. Want ja, ik heb al poeder en zo gedaan. En de kleur is vrij donker. Ik heb dus echt alles gepakt op mijn bruiningshuidskleur. En dan heb ik weer net nu niet gebruind. Echt jongen. Terwijl ik gewoon altijd bruin. Maar het liep even gewoon een beetje anders. Afgelopen week was voor mij zo hectisch. Was echt niet normaal. Alles ging helemaal anders. Alles ging niet als een normale week voor mij. Dus ik was super druk. Dus daardoor heb ik nou ook niet meer kunnen bruinen. Het ziet eruit alsof ik hier gewoon poep op mijn gezicht veeg. Hij voelt ook een beetje stroef aan ofzo. Ik hoop wel dat hij gaat blenden. Ik blend het gewoon weer met die spons. Nou oké, vreselijk dit. Oh, mijn gezichtsmake-up. Wat erg dit. We gaan verder. Poeder contour kit. Dit is de poeder contour kit. Die ziet er echt een stuk beter uit. En dit is ook in de kleur medium tan. De kleur hier is glanzend. Dus dat is wel een mooie highlighter. Maar goed, die ga ik niet gebruiken. Ik ga de contour kleur gebruiken voor mijn neus en mijn wangen. Oké, de poedercontour is een stuk beter. Ik vind hem alleen een tikkietje te warm naar mijn smaak. Ik wil toch altijd dat mijn contour een beetje meer cooltone is. Maar hij is absoluut niet slecht. Het blendt ook gewoon mooi. Dus daar ben ik wel blij mee, godzijdank. Ik ga heel even mijn Max & More Fixing Spray sprayen, want it's a mess. Ik stop nu weer even met het gezicht. Ik ga mijn ogen afmaken. Ik doe even een blauw oogpotloodje in mijn onderste waterlijn. En dan ga ik de twee matte kleuren aanbrengen. Deze hier en de blauwe hier. Die breng ik allebei aan op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik ook deze witte glanzende kleur. Die heet Orion. En die breng ik aan in de binnenste ooghoek. En dan weer wat mascara op de onderste wimpers. Ogen zijn klaar. Verder met het gezicht. W7 heeft ook pas net nieuw twee bronzing paletjes uitgebracht. Dat zijn deze. Of ja, het is er één, maar in twee kleuren. Ik heb hier medium dark en hier light medium. Dus ik ga vandaag voor light medium. Ik zal de andere ook even laten zien. Dit zijn dan de kleuren. Drie zijn glanzend en deze ene hier is mat. En dan de kleur light medium. Ik denk dat deze beter gaat matchen voor mij. Ja, of niet eigenlijk. Want als ik zo naar de kleur kijk, is het een beetje cooltone. Maar dat is dus dit paletje ook prachtig. Ook weer drie kleuren en één matte kleur. Ik moet wel zeggen dat het er echt prachtig uitziet. Vooral die drie glowy kleurtjes. Heel erg mooi. Wauw, kijk even die drie kleuren. Prachtig. Ik denk dat ik toch gewoon ga bronzen met de bronzer van het medium dark paletje. En dan de glow die ik ga aanbrengen is van het light medium paletje. Dat ga ik doen. Godzijdank is de bronzer gewoon mat, want daar hou ik van. Het paletje is ook best wel groot genoeg. Je kunt gewoon volledig met je kwast erin zonder dat je alle kleuren pakt. Oeh, hij is heel warm. Een beetje rode ondertoon. Oké, ik had iets minder moeten pakken. Ik vind het wel mooi. Ja, mijn gezicht is nou wel echt een bende. Vooral hier, omdat gewoon al die make-up eronder zo bagger is. Ik vind de bronzer oprecht mooi. Ik vind het echt een mooi paletje. Oh mijn god. Let vooral niet op de messiness hier. Want dat komt echt door de make-up eronder. Maar de kleur is echt prachtig. En het blendt ook goed mee. Daar hou ik van.
Dan pak ik nou deze highlighter. Oh nee, wacht even. Wacht. Wow, ik heb net op tijd niet aangebracht. Ik moet eerst blush aanbrengen. Eerst blush, dan gaan we dat doen. Ik heb van W7 deze blush. Dit zijn twee kleuren in één. Dit is niet per se een nieuw product of zo. Ik heb de kleur nummer 1. En dit zijn dan de kleuren. Ze zijn best wel, ja, gewoon een beetje toned down. Niet hele heftige kleurtjes. Ik ga ze gewoon allebei mixen en dan als blush aanbrengen. Er zit een hele lichte glans doorheen, maar echt heel minimaal. Ja, door die make-up eronder is het nou alsof alles wat ik er nou op doe niet mooi is. Maar de blush is oprecht mooi. Het is echt een mooie blush. Hij blendt ook goed mee. Hij blendt nou iets minder goed mee door alles erop te doen. Maar voor de rest is het wel echt een mooie blush. Oké, nou ga ik in met de highlighter. Oeh, dit is echt mooi. Wauw, deze paletjes zijn zo mooi, jongens. Oh my god. Ze zijn ook niet heel duur. Dus in principe als je een beetje mijn huidskleur hebt, haal ze dan ook gewoon allebei. En je kunt dan met die andere bronzen. Ik vind dit echt prachtig. Dan pak ik weer die andere en dan pak ik deze kleur hier. Die is een beetje donker en glanzend. Pak ik een klein beetje. En die breng ik een beetje hier aan bij mijn voorhoofd. Voor een beetje een bronzy glow. En dan ga ik weer terug in deze. Ik wissel heel veel van paletjes. En deze ga ik dan ook nog een beetje zo aanbrengen op mijn neus. Deze paletjes zijn echt fantastisch. Vooral als je van een glow houdt. Dan ga je hier echt wel blij mee zijn. We gaan verder met de lippen. Ik heb van alles voor de lippen. Ik heb twee lippotloodjes. Allebei lip twisters in twee nude kleurtjes. Oeh, dit zijn twee mooie nude kleurtjes. Kijk even hoe mooi. Deze ene is meer bruin, de andere is meer roze. De meer bruine heet Very Nude en die andere heet Nude Dude. Dit zijn echt twee van de meest mooie nude lippotloodjes die ik ooit heb gezien. En ik weet ook van de lip twisters, ik vind die altijd fijn. Die brengen zo fijn aan en je kunt ze gewoon zo opendraaien. Dat vind ik ook fijn, hoef ik niet heel te aanslijpen. Dan heb ik hier ook de W7 Lippy Chic Cream Lipstick in de kleur Gossip. Is ook een beetje een mooie nude met een beetje een paarsachtige ondertoon. Wow, die bracht echt super creamy aan. En dan heb ik ook deze van W7. Deze verpakking is luxueus. Ziet er heel mooi uit. Er staat verder alleen geen naam op. En hij heet Too Fabulous Sleek. En dit is ook een beetje een nude. Ik breng die even ernaast aan. Dus dit is een iets meer roze nude. Ik zou deze matchen met deze. En deze matchen met deze. Ik ga ze allebei aanbrengen om te laten zien. Ik ga beginnen met de roze mix. Oh, mijn lip bloed. Ik had mijn lip weer opengetrokken gisteren. En nou bloed is steeds super irritant dit. Deze is echt super creamy. Het voelt gewoon als een lipbalmpje of zo. Super fijn. De kleur is mooi. Hij geeft niet super super veel kleur. Maar dat is oké. Het is gewoon een lichte balmachtige lipstick kleurtje achter iets. Ook een hele mooie combo met de lip twister. Deze lip twister is echt super fijn. Als jij een goed lippotloodje zoekt, haal deze. Dus dit is echt een hele mooie nude lip combo. Ik ga nou de andere doen, de meer bruine. Ja, dit is echt de bruine. Deze is ook super super creamy, maar heeft iets meer pigment. Maar niet per se slechter of beter. Ik vind ze echt allebei fijn. Lip twist is allebei fijn. De kleur is gewoon echt bruinig. Ik denk dat die andere iets beter matchte met de look, maar maakt niet uit. We laten nou gewoon even deze op, want mijn lip bloedt al. En ik wil het niet nog heftiger maken allemaal. Maar ook echt heel erg mooi. Ik moet wel zeggen dat dit een kleur is die niet iedereen staat. Dus let daar wel een beetje op, want het kan een beetje lijken alsof je dood bent. Maar ik vind het bij wel staan. Ik vind het wel mooi. I like it. Als allerlaatste heb ik hier de W7 Dew Over Setting Spray. Dit is dus een setting spray die een beetje een glansje achterlaat. Daar hou ik altijd wel van. Die een beetje hydrateert. En er staat in dat er watermeloen in zit. Ik ben benieuwd of je echt naar watermeloen ruikt. Ik vind de verpakking heel leuk. Zo licht roze, ook zo lang en dun. Hij ruikt echt heerlijk en hij spreekt echt super fijn. Hij trekt ook snel in. Het is niet zoiets wat je hele gezicht helemaal nat maakt en het dan een uur lang moet drogen. Het droogt echt best wel snel. Het is gewoon al nou eigenlijk gewoon gedroogd. Heel fijn. Ook een hele fijne refreshing spray door de dag heen. Als je weer een beetje, ja, je gezicht, je make-up een beetje wilt refreshen, daar is hij denk ik heel fijn voor. Oké, dan. Dit is de make-up look. Wat vinden we ervan? Het ging niet helemaal perfect, zoals jullie hadden gezien. Ik wilde ook een full day wear test doen, maar dat doe ik altijd vooral voor mijn gezichtsmake-up. Maar ik weet al wat ik ervan vind, dus dan heeft het niet echt meer nut om een full day wear test te doen. Ik ga er even heel rapjes doorheen om te laten weten wat ik goed vond en wat ik niet goed vond. Ik ga gewoon meteen met de deur in huis vallen met wat ik niet goed vond. Foundations,
Deze foundations geven echt gewoon geen dekking. Ze zitten niet mooi op de huid. Het is gewoon alsof je niks opdoet. En waarom zou je iets opdoen als het is alsof je niks opdoet? Dan kun je net zo goed niks opdoen. De concealers, idem dito, doen ook echt niks. Sterker nog, ze haalden de make-up eronder ervan af. Vreselijk. Deze mascara, ik weet niet of ik gewoon net een slecht heb of zo, maar hij is super droog. Hij doet niks. Ik vind hem niet fijn. Deze poeder maakt je gezicht super mat. Maar hij heeft gewoon ontzettend veel flashback. Mijn hele gezicht was wit. Ja. Ja, je kunt daar gewoon geen enkele foto maken. Mensen, ik wil heel even snel laten zien. Kijk even dit. Zie je dit witte hier? Dat is dus allemaal van die poeder. Oh my god. Wat is dit, joh? Dit is echt geen... Nee. Geen succes, jongens. De contourpaletjes ga ik ook toch zeggen nee. Vooral de cream contour. De poeder contour was nog een beetje oké. De cream contour vind ik gewoon helemaal niks. De poeder contour is, ja, raad ik niet per se aan, want de kleur is te warm. Ik vind hem echt niet geschikt om mee te contouren. Misschien een beetje om te bronzen, maar voor bronzen vind ik hem ook weer niet goed genoeg. Dus dan kun je er basically gewoon niks mee. Dan gaan we verder met wat wel oké was. De blush vind ik gewoon een oké blush. Niet fantastisch, niet super slecht. Gewoon oké. Deze bronzing paletten zijn echt top. Zijn echt super mooi. Ik vind ze echt heel mooi. De bronzer was mooi. De glow was mooi. Ik vind ook gewoon alle kleuren die erin zitten prachtig. Je kunt het ook aanbrengen op je lichaam. Voor een all-over glow. Ik denk dat je hier echt heel veel mee kunt. Het is echt geweldig. Deze primer. Ondanks dat ik hem wel eventjes wat vaker wil gebruiken. Vond ik het effect op mijn gezicht heel mooi. Het is gewoon een beetje een olie effect. De glans kwam er echt helemaal doorheen. Totdat ik met de poeder in ging. Die maakte alles mat. Maar deze geeft echt een prachtige glans. Aan je gezicht. Deze spons, geweldig. Jullie weten hoe obsessed ik ben met mijn NYX Cosmetics spons. Deze spons is letterlijk even goed. Echt fantastisch. Ik vind hem echt heel erg fijn. De Refreshing Mist ook super fijn. Hij droogt ook gewoon snel op. Je hoeft niet lang te wachten. Hij doet gewoon wat hij moet doen zonder irritant te zijn. Dat is ook geweldig. En de lipproducten hou ik ook echt van. Ze zijn wel echt creamy. Moet je wel van houden als jij houdt van een matte lipstick bijvoorbeeld. Dan ga je ze niks vinden. Maar ik vind ze allemaal op top. Vooral deze lip twisters. Ik heb er al een aantal en ik vind ze echt geweldig. Dit oogschaduwpaletje, ondanks dat ik niet zo'n fan was van die blauwe kleur, is de kwaliteit voor de prijs zeker echt aan te raden. Super goed. Ze blenden ook gewoon fijn mee. Alle glanzende kleuren brachten echt fantastisch aan. Ook de andere paarse kleur brengt fantastisch aan. De blauwe kleur is niet per se slecht, maar ik had denk ik iets te hoge verwachtingen. Ik wilde echt een hele felle blauwe kleur. Een beetje als mijn achtergrond, ja, en dat is hij gewoon niet. En ik weet ook niet of dat echt te verwachten is van zo'n betaalbaar paletje. Maar voor de rest, alle kleuren fantastisch. Deze ga ik zeker bewaren en nog wel een aantal looks mee maken. Vooral op mijn Instagram dan, denk ik. Dus ik vind het echt wel een mooi paletje. Dus als dit kleuren zijn die jou echt aanstaan, zeker een aanrader. Laat me zoals altijd weer weten wat je vindt van de look. Vind je het mooi? Vind je het niet mooi? Wat vind je van de producten? Als jij dus iets wilt halen van deze producten of gewoon iets anders van de site, let dus op. Ik heb een kortingscode en dan hoef je nog minder te betalen. Het is al betaalbaar en dan hoef je nog minder te betalen. Ik verdien daar helemaal niks aan. Het is gewoon puur voor jullie, maar die geldt alleen op w7cosmetica.nl, dat je het weet. En dat was het dan weer voor vandaag. Ik zit hier echt al heel lang. Deze video kostte mij veel tijd, jongens. Dus geef me een like. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dus niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld om ook te bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!